Hey, hallo. Zoals jullie weten zijn wij al een tijdje bezig met de Charboy Challenge van Koi Erectus. We gaan dus vissen op laten groeien van 5 tot hopelijk 85 centimeter. Ik zal, als je die serie nog niet hebt gezien, dan zal ik hierboven even een linkje plaatsen, zodat je nog eventjes de afleveringen terug kan krijgen. In de eerste aflevering hebben wij beloofd dat wij 3 Charboytjes gaan verloten. En we kregen al heel veel vragen van mensen van, wanneer gaat het gebeuren? Nou, daar kunnen we kort in zijn. Dat gaat nu gebeuren. Eigenlijk hebben we er spijt van. We hebben er 3 weggegeven. Ze zijn wel heel goed. We hebben nu, hoeveel zijn we er nu nog? Wat zijn we er nu? 50? Ja, nog, om exact te zijn nog 46. We zijn er door naar de volgende ronde. Dus we zijn nu circa tussen de 17 en 25 centimeter. En natuurlijk, we gaan hier nog een update laten zien. Hè? Anders weet je wat, we hebben een heel klein filmpje. Plakken we wel even hierbij. 10 seconden. Hebben jullie even in ieder geval een algemene indruk van dit zijn nou de vissen die zwemmen. Ja, die je ook uiteraard kan winnen. Wat de mensen, de winnaars die we straks gaan trekken, die kunnen uit die selectie. Die zoeken uit die 46, gaan ze er één uitzoeken. Ja. Het is wel zo natuurlijk, we moeten even kijken voor een datum af te spreken. We moeten met verschillende mensen, uit verschillende hoeken. We moeten toch helemaal naar Zeeland komen. Dus we komen erop terug. Het is eerst belangrijk, we gaan de winnaars kiezen. Ja. Dat doen we random via zo'n website die aan YouTube gekoppeld is. En de mensen die meedingen, dat zijn de mensen die onder het eerste filmpje hebben gereageerd. Ja. Zoals we dat hebben uitgelegd, zeg maar. Mensen die gereageerd hebben onder het eerste filmpje, die loten mee. Die zijn allemaal in de Nightbot-achtig iets verhaal ingevoerd. En we gaan nu de winnaars trekken. Ja, mocht je nou de winnaar zijn, laat eventjes op onderstaande e-mailadres hier zo. Hier. Even stuur een mailtje. En dan nemen we contact met jullie met de contactgegevens. En dan gaan we een dag plannen, oké? Want dat is wel het meest belangrijk. En dan maken we er gewoon even een momentje van gezellig. Juist, toch? Met een hapje en een drankje. Makkelijk gezegd, we hebben hier de website. Voor de mensen die het zien. We zien dat we 49 unieke reacties hebben. Dus heel veel dubbelen nog. Maar goed, dit zijn echt unieke. Laten we gewoon starten. Dus ik ga gewoon op start drukken. En dan zien we automatisch lopen. En de eerste winnaar is... De eerste winnaar is... Rens Vervaart. Rens Vervaart. Ja, mooi project hoor. Leuk om te volgen. Succes ermee. Nou Rens... Van harte gefeliciteerd met je vis. Neem even contact op met ons. Ja, het e-mailadres laten we hier gewoon even onder staan. Of erboven, dat moeten we even kijken nog. Ja. Maar van harte gefeliciteerd Rens. Je bent de eerste winnaar van een van de 3 Charboys. Dan gaan we naar de volgende. De volgende. Dus, moet ik wel even goed opletten dat ik ook kijk. En dan gaan we deze klikken. En we hebben een winnaar en dat is Remco de Gier. Remco de Gier. Nou, ook jij van harte gefeliciteerd met een van die fantastische mooie Charboytjes. Ja. Wat is zijn reactie? Wat heeft hij daar? Superleuk project en erg leuk om te volgen. Veel succes, mannen. Ook een erg gave vijver met schitterende vissen. Ja. Altijd leuk om te horen, toch? Mooi. Complimentjes, altijd welkom. En dan gaan we naar de derde en de laatste. Succes. Daar gaat hij. En dat is geworden Cor Verkleij. Cor Verkleij. Cor Verkleij. Leuk. Wat heeft hij Cor geschreven? Wat een prachtig leerzaam project. Gaat zeker blijven volgen. Top mannen. Wat een geweldig mooie binnenvijver trouwens. Wederom dankjewel. Je gaat niet alleen blijven volgen, je gaat er ook echt aan meedoen Cor. Want wij verwachten natuurlijk wel. Een updateje zo nu en dan. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Dus. Van harte gefeliciteerd Cor ook. Reageer even op ons e-mailadres. We gaan er natuurlijk vanuit dat iedereen gewoon reageert. En mochten er mensen niet reageren binnen x-periode, dan moeten we die waarschijnlijk opnieuw gaan verloten of iets dergelijks. Maar dat zien we dan wel. We gaan er gewoon vanuit dat iedereen gewoon reageert. Dat was het eigenlijk wel voor nu. Ja. Wil ik eigenlijk nog eventjes de gastheer bedanken, want we zitten hier wel voor een raam. Maar dat is niet bij Orlando of bij mij thuis. We zitten hier bij koffie. En gratis koffie en bitterballen, zag ik net al. We zijn nu even bij Shikara Koi op visite en vonden dit een mooie gelegenheid om gelijk eventjes de trekking te doen voor het mooie vijverraam hier. Dus John en alles hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. Dit is het eigenlijk wel voor nu. We gaan niet mooier maken. Ben je nog geen lid van Koi Addicted? Geen abonnee van ons kanaal, word het dan eventjes. Het is volledig gratis en je krijgt er leuke content voor terug. Vind je dit een leuk filmpje?
Zet even een likeje of een reactie onder het filmpje. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Dus, einde bericht. Einde bericht. Oké. Okay. Hey, tot de volgende. Hoi.